Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Duitsland... enkele wolken boven het zuiden van Nederland, maar een groot deel daarvan lost op. Dat betekent dat we vandaag flinke zonnige periode hebben... En er zijn nog een paar stapelwolkjes. Temperaturen lopen rap op. Halverwege de ochtend is het al 17 tot 19 graden. En vanmiddag komt de temperatuur overal ruim boven de 20 graden uit: 22 in Groningen, 25 of 26 in het zuiden van het land. Hoewel niet overal boven de 20 graden, want op de Wadden staat een stevige wind. Daar blijft het kwik onder de 20. Vanavond een heerlijke zomeravond, wat mij betreft. Temperaturen zijn nog lang aangenaam en de zon blijft ook volop schijnen. Bovendien neemt de wind weer wat af. Morgen wordt het ander weer. Temperaturen lopen dan op naar 25 tot 30 graden. Het is langzonnig. Pas in de avonduren neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. Dus dit kaartje ziet er heel erg nat uit, maar dat geldt dus vooral voor de avonduren. Zaterdag trekken de buien in de ochtend via het noorden weer weg. En Dan wordt het middags grotendeels droog met opnieuw flink wat zonneschijn. Dus de zaterdagmiddag is het beste deel van het weekend. Dan is het 20 tot 25 graden. Zondag valt er een lokale bui. Is het 15 tot 20 graden. Kwik gaat dus weer behoorlijk naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl